mooie vooruitzichten opnieuw, denk ik. 8 mooie wedstrijden die we hebben kunnen verzamelen. En die een extra boost gaan kunnen geven dankzij Bingo. Dus kijk er weer naar uit. Ja. En met een nieuwe ambassadrice, Femke Herijgers. Ja, dat klopt. Bingo was op zoek naar een fris gezicht om de Bingo Cycling Cup een beetje te vertegenwoordigen. Ik ga aanwezig zijn op alle events. Zeker dan de bloemetjes ook afgeven onder andere en alles in goede banen leiden. En dan deze mooie leiderstruik overhandigen. Ja, en elk jaar toch hele mooie namen aan de start. Terpstra en Groenewegen die een van zijn eerste wedstrijden in de Cup heeft gewonnen. Demar, maar tegelijkertijd komen we ook met onbekende namen, zoals een Lipins, een Bashka. Dat zijn dan de mannen die binnen een paar jaar echt moeten doorbreken. Hoe belangrijk zijn de nieuwe sponsors in jouw project? In wielrennen staat of valt alles met sponsoring. Dus Bingo, Sporza, om er enkel te noemen, zijn heel belangrijk. Hè. Ik denk, we voelen met de mensen van Bingo ook dat daar een enorme drive achter zit. Dat is heel leuk voor ons als organisatie.